Ik heb mijn hele leven lang verzwegen hoe ik me voelde, wat er met mij aan de hand was. En daar ben ik mee gestopt. Kun jij goed beschrijven wat depressie is? Kun je daar woorden aan geven? Als je voor het eerst in je leven depressief wordt, dan heb je geen idee wat je overkomt. Je hebt geen idee. Je kunt niet eens over nadenken, want depressie denkt elke gedachte die je denkt. Je voelde je heel slecht en je wilde dat niet bij andere mensen neerleggen. Ja. Waarom niet? Ja, omdat ik vanuit die depressie mezelf al als... De last van alles zag. Ik zag mezelf al de bron van het kwaad van ongeveer de hele wereld. Ik was degene waarom alles fout ging. Ik deed alles fout. Wie was de eerste persoon met wie je echt open over je gevoelens hebt gepraat? Dat was eigenlijk een plaatsvervangende huisarts. Ik had al bedacht, zelf als soort aanvalsplan tegen mijn depressie, om mezelf gewoon helemaal over de kop te werken. Ik dacht, als ik mezelf compleet over de kop werk, dan voel ik niks meer. Dan ren ik net voor die depressie uit en dan kan ik mij niet pakken. Maar toen moest ik met vakantie en ik wist al, ja, dan ga ik voor de bel. Dan haalt die depressie mij echt gruwelijk hard in. Dus dat heb ik nog een halve week redelijk goed weten te dragen. Maar op vrijdag kon ik al niet meer stoppen met huilen. Ben ik naar de huisarts gegaan en dat was voor hem het signaal om te zeggen, nou, dan heb jij niet last van vage klachten, maar dan ben je gewoon echt depressief. En dan moet je dat ook serieus gaan nemen, want dan ben je op dit moment al zo ver heen dat je het niet meer zelf kunt oplossen. En al helemaal niet door jezelf de schuld ervan te geven dat je depressief bent. Dus dan gaan wij hulp zoeken. Je hebt nu twee diagnoses, manisch depressiviteit en Asperger. Hoe ga je daarmee om? Ik heb wel echt geleerd bij mezelf sowieso hoe ik kleine signalen kan herkennen dat het de verkeerde kant op gaat. Dus ga nu voor jezelf zorgen om te voorkomen dat het erger wordt. En houd voor jezelf zorgen ook in dat je dan het met iemand deelt? Ja, met mijn vriend sowieso. Daar vertel ik nu gewoon tegen hoe ik me voel. En ik had het laatst met mijn ouders over en die zeiden echt vanuit het niets. Ik vind het echt heel erg fijn dat jij nu gewoon precies zegt hoe je je voelt. Want dan weten wij ook hoe het met jou gaat in de gehele linie. Als je nu terugkijkt, zeg maar, op die hele periode van depressiviteit en hoe je daar mee om bent gegaan, op welke manier heeft praten jou geholpen? Nou, wat het mij meest heeft gegeven is dat het mijn schuldgevoel afnam. Ik dacht, sowieso, er is niks met mij aan de hand. Mijn lichaam is gezond. Als ik omheen kijk, is iedereen lichamelijk en geestelijk gezond. Dus als ik dat niet ben, dan is dat mijn eigen schuld. Dan doe ik iets fout. Ik denk iets fout. En nou, daar mag ik ook niet over praten, want dan maak ik die fout nog groter. Dus ik houd het gewoon allemaal voor mezelf en ga mezelf vervolgens enorm op mijn kop geven omdat ik depressief ben. Dat lijkt me de beste manier om met depressie om te gaan. Gewoon nog meer ellende over jezelf uitstorten, omdat je je ellendig voelt. Nou, dat ik daarmee gestopt ben, dat heeft enorm opgelucht. Ik werd daarin heel erg geholpen, niet alleen door psychologen en psychiaters. Bij hun hielp het me heel erg dat zij mij serieus namen. Ik nam het totaal niet serieus. Er is bij mij niks aan de hand. Ik denk alleen stomme dingen en daarom ga ik mezelf nog meer op de kop geven. Nou, zij zeiden, nee, er is wel iets aan de hand en dat moeten we serieus nemen, want anders gaat het heel erg verkeerd aflopen met jou. Dat was voor mij al een enorme eye-opener. Ik dacht, oh, maar ik mag dit dus serieus nemen. En de andere helft van de hulp die bestond voor mij uit medepatiënten. Dus mensen die in hetzelfde schuitje zaten en die er van buiten ook allemaal perfect uitzagen, maar die allemaal ook hun eigen ellende meesleepten. Ja, dus niet zo met van het warrige haar zoals in de film. Nee, zo. Nee. Gewoon uit zoals jij. Ja, als je... Hele normale mensen.